gevaarlijk maakt als iemand te water komt. Je lichaam trekt dat gewoon niet en je gaat in een onderkoeling geraken waarbij je gewoon niet meer bij bewustzijn kan blijven. En je lichaam gaat eerst de minst belangrijke organen afstoten. Je voeten en je handen krijg je geen gevoel meer in. En als laatste heb je nog je hart en je hoofd. En hoe kouder het is, hoe korter die tijd is. Cruciaal belang is de drenkeling snel kunnen vinden. Als het winter is bijvoorbeeld, dan is de Noordzee maar 7 graden. Dan heb je ongeveer 5 minuten overlevingskans. Ja, en dan zink je gewoon weg omdat je onderkoeld raakt. Dus een hele snelle detectie en ook opsporing is wel van heel groot belang.